Tweede Pinksterdag 1949. Een voor Hengelo grote dag als het Veldwijkstadion wordt geopend. Een sportpark gebouwd op 200.000 ton puinresten, die waren overgebleven na bombardement op de binnenstad, moest de inwoners van Hengelo een plek voor sport en recreatie bieden. Er is eigenlijk een soort behoefte ontstaan om in wat men noemt het centrum van Twente een groot stadion neer te zetten. Om mensen naar sportwedstrijden te kunnen laten kijken, andere grote manifestaties te houden. Ja, het was een beetje een buitenbeentje in de, als je het over de Nederlandse sportaccommodaties hebt. Hoe het Veldwijkstadion door de jaren heen veranderde in het Fanny Blankes Koenstadion, waar wereldrecords werden neergezet en Hengelo definitief als atletiekstad op de wereldkaart zette. Daarover gaat deze aflevering van het Oversticht. De Olympische Spelen van 1948 in het Wembley Stadion in Londen. Nederland laat zien hoe een klein land groot kan zijn als Fanny Blankes Koen, 30 jaar en moeder van 2 kinderen, 4 gouden medailles wint en de bijnaam de vliegende huisvrouw krijgt. De starter staat met zijn geweer omhoog en daar zijn ze gelijk weg. Fanny Blankes Koen raffelt prachtig, tik, 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 mooi over die baan heen. Heeft op het ogenblik niet volstrekt aan Australië te pakken, komt op het ogenblik de bocht uit. Ze heeft een leiding en luisteraars is vlak bij de finish, er kan praktisch niets meer gebeuren. We hebben onze 3e gouden medaille, datgene wat nog nooit gebeurd is in de historie op atletiek gebied. En daar komt een hele kleine jongen met een bosje bloemen. Het lijkt eigenlijk meer op een bos rabarber, ik kan het niet goed zien of het groen is of wat het is. Na die ongekende prestaties leefde de atletieksport als nooit tevoren in Nederland. En als nog een jaar later het Veldwijkstadion in Hengelo wordt geopend, is dat dé plek waar topatletiek wordt bedreven tijdens een interland tussen Nederland en Noorwegen. Daar zou ook Fanny Blankes Koen gelopen hebben. Die had toen een voedselvergiftiging en kon niet komen. Je had toen een dual meet, die was ook eigenlijk voorzien tussen Foekje Dillema, dat was een grootheid uit Friesland, en die zou tegen Fanny Blankes Koen lopen. Er is altijd wat twijfel geweest over of ze door de seksekeuring wel zou komen, Foekje Dillema toen de tijd. Maar het was wel een dual meet waar iedereen naar uitkeek. Het was dus een wedstrijd die nationaal ook veel attentie kreeg. Dat is absoluut zeker. Rob Kerkhoven was in de beginjaren van het stadion zelf nog volop bezig met topsport. Als je hem toen had verteld dat hij ooit directeur van het alles zou worden en er mede voor zou zorgen dat Hengelo door dat stadion de naam op de wereldkaart zou zetten, had hij dat nooit geloofd. Ja, als je het over 1950 hebt, toen zat ik nog helemaal in de zwemsport. Hè? Dus ik was toen nog niet zo geïnteresseerd in een functie bij de overheid. Of ik was helemaal op de topsport en dan met name zwemmen, waterpolo geconcentreerd. Ja, het was een multifunctioneel stadion waarbij atletiek natuurlijk al uitsprak vanwege de baan die er lag. En het middenveld was voetbal. En je kunt zeggen dat de beginfase het vooral een voetbalstadion was, met zo nu en dan ook redelijk wat atletiek. Sport is een grote liefde van Willem Vijver. En hij herinnert zich de wedstrijden dan ook die hij als kleine jongen in het Veldwijkstadion heeft gezien. Zijn passie voor sport was zelfs zo groot dat hij er zijn werk van maakte. En in 1979 chef sportredactie Twentse Courant werd en jaren later perschef van de FBK Games. Ja, het begin was het niet zo dat het stadion zeg maar elke week bezet was. Het was vooral in die eerste jaren toch sprake van een aanloop. Er was niet een voetbalclub die hier zijn thuiswedstrijden speelde echt. Dat kwam pas in de jaren 50, 54 zo die kant op. Maar wat ik zei, er zijn veel manifestaties voor het volk geweest. Grote bijeenkomsten die het hele stad aangingen. Hengelo was echt een beetje aan het uitgroeien tot een toch middelgrote industriestad. Hadden ook behoefte aan een plaats waar je dit soort dingen kon houden. Dus een tattoo, ballonvaten bij belangrijke dingen, Koninginnedag, dat soort dingen. Dat werd hier vanuit het stadion dan geregeld.
Maar wanneer kwam eigenlijk het aspect sport naar voren? Ja, voor zover mijn eigen herinnering reikt, ik ben er natuurlijk niet vanaf het begin bij geweest, is dat toch 1954 geweest met de Twentse profs die hier voetbalden. Een bondgezelschap van voetballers die ook niet alleen uit Twente kwamen. Want een van de spelers was bijvoorbeeld Cor Brom, die later Ajax nog getraind heeft. In wezen was dat de zogenaamde Wilde Bond die toen aan het voetballen was. KNVB was een beetje afgesplitst van dat geheel. Alleen die Twentse profs die hebben het maar 10 wedstrijden volgehouden, die hele competitie trouwens. Want toen was het alweer afgelopen nadat de helft van het seizoen erop zat zo'n beetje. En die Twentse profs, dat is misschien wel aardig om te zeggen, die hebben 10 wedstrijden gespeeld en ze hebben er precies eentje gewonnen. En dat was ook nog in Alkmaar, dus niet eens hier in het Veldwijk. Nadat de Twente profs na maar 10 wedstrijden alweer waren opgeheven, kreeg voetbalvereniging Tubantia, die deelnam aan de betaald voetbalcompetitie, het Veldwijkstadion als thuisbasis. Een van de oud-spelers is Frans Olderiekerink. Tubantia was een fijne vereniging. Ik heb daar met veel plezier gevoetbald, weliswaar niet op zo'n hoog niveau. De vereniging die was dan wel dus als semi-profvereniging ingeschreven. Maar de organisatiestructuur dat leek meer op een betaalde amateurclub. Mensen die allemaal van goede willen waren, maar ook daar bleken de centen niet zo voorradig te zijn om een doorstoot te maken naar wat hogere divisies. Het was een hobby, het was een bijverdienste. Het was absoluut niet dusdanig dat je ervan kon leven. Nooit volle tribunes, moet ik zeggen. Toch een beetje in de marge ook meegespeeld. Op één keer nadat ze bijna promoveerden naar de eerste divisie. Dat is in de beslissingswedstrijd misgelopen. Maar voor het overige toch een redelijk anonieme rol. En op een gegeven moment was het ook gewoon over en is Tubantia teruggekeerd naar de amateurs. In een periode dat het overigens enorm werd gesaneerd in betaalde voetbal. Heel veel clubs zijn toen teruggekeerd. En toen is het aantal ook van 54 naar 36 gegaan, dacht ik. Betaald voetbaltijd, die waren middelmatig. We hebben meest zo ongeveer in de middenmoot gespeeld. En enkele seizoenen kwamen daar wat bovenuit. Maar niet dat wij zeg maar om kampioenschappen streden. En promotie was helemaal niet aan de orde. Dat ze de leiding toen van Tubantia heeft besloten om niet meer in het Veldwijkstadion te spelen, maar op een van de bijvelden. En waarom? Omdat duidelijk de indruk bestond dat de tegenstander zich liet inspireren en activeren door het mogen voetballen in het stadion. En dat is dus toen maar teruggedraaid om daar maar niet iedere keer een nederlaag te leiden. Maar voetbal was niet de enige sport die er op dat moment werd bedreven. Tussendoor was het Veldwijkstadion ook nadrukkelijk de thuishaven van de Speedwayers. In de jaren 50 en 60 trokken de ronkende motoren per evenement meer dan 25.000 toeschouwers naar de Kuipersdijk. Een grote naam en Speedway-kampioen uit die tijd is Tony Kroeze. Zijn zoon Henny, zelf ook meervoudig nationaal kampioen Speedway, kan zich de tijden nog goed herinneren. Mijn vader die was dus wegrezen, onder andere in Tubbergen. En ze vonden dus hem vonden ze wel een goed figuur om veel mensen naar het stadion toe te trekken. Hij had al naam te maken in de wegrezerij. En het klopte dus ook wel. De KNV die vroeg hem, Tony, wil je dat eens proberen? Dus hij ging dat proberen en dat kon hij gelijk ontzettend goed. Hij reed gelijk vooraan mee en ja. Toen was er een tijd dat, dat mensen weinig vermaak zo hadden. Dus als er een speedwaywedstrijd werd georganiseerd in het Veldwijkstadion, dan moesten daar extra treinen voor lopen. En dan liep het stadion vol, 28.000. Ik geloof dat het maximum is wat erin kan. Dat zat er dan ook in. Zo vol was het. En dat was geweldig in die tijd natuurlijk. Ja, die alcohollucht van die motoren en dat opspattende grind. Ja, het was zondag, dus mensen kwamen meestal ook nog in hun beste pak in die tijd naar het stadion. En konden dat na de wedstrijd echt naar de stomerij brengen, want dat zat onder het stof en gruis. Maar de sfeer was geweldig. Het werd 2 keer per jaar ongeveer werd het gehouden.
Als je in de hoeken op het stadion zat, dan wist je dat je als een soort schoorsteenveger thuis kwam van het gruis wat allemaal rondstoof. Het was heel spectaculair. Ik vond het ook leuk om te zien. We hebben ook serieus nagedacht of het niet een soort speedwaycentrum zou kunnen zijn voor Nederland. Met onder andere Kroeze, die een prominent was en die ook aan al die wedstrijden altijd heeft deelgenomen. Net buiten het stadion had je dus het rennerskwartier. En dan moest je door zo'n tunnel eigenlijk. En dan reed je zo naar beneden en dan reed je de baan op. En dat was zo ontzettend mooi, want dat had je in het Olympisch Stadion eigenlijk ook zo. Moest je ook zo door zo'n tunnel en dan reed je ook de baan op. En dat was gewoon, ja, dat maakte geweldig veel indruk. Ja, natuurlijk, voor mij was het zo dat ik extra druk had. Toen ik begon met rijden, had ik de druk dat mijn vader altijd goed had gepresteerd daar. Dus ik vond van mezelf dat ik daar ook goed moest presteren. Ik zette hem ook altijd onder heel veel druk daar, maar dat was wel een gezonde druk. En ja, op die manier kon je toch ook wel goed presteren natuurlijk. Maar dat is me toch wel het meest bijgebleven, dat ik daar eigenlijk wel het meeste druk had. Waar ooit ruim 25.000 bezoekers de Speedway Races bezochten en er zelfs extra treinen werden ingezet, bleef het stadion eind jaren 70 nagenoeg leeg. De sport die ooit een publiekstrekker was, leek langzaam dood te bloeden. In 1977 organiseerde Henny Kroeze zelf de allerlaatste Speedway-wedstrijd in het Veldwijkstadion. Ik heb zelf de laatste wedstrijd nog georganiseerd samen met Wim Neeskens. En dat was in 77 en toen hadden we nog 6.000 mensen of zo. En dat was nog steeds heel erg leuk, want het stadion is toch een leuk knus stadionnetje natuurlijk. Maar wat ze er nou van gemaakt hebben, dat is natuurlijk ook prachtig. Ze hebben er een atletiek stadion van gemaakt. Ik vind het zelf wel jammer dat er geen speedway meer is. Maar ik zie ook wel dat met de atletiek dat ze daar toch de goede, dat ze dat goed aangepakt hebben. En dat het nou een geweldige ambiance is voor de atletieksport en ook voor het Nederlandse voor de uitstraling. De belangrijkste reden is omdat het spektakel van zeg maar Speedway in principe toch wat deelnemers betreft meer in de richting van professionalisering ging. Terwijl er voor de moeder der sporten, hè, atletiek, in wezen dan geen voorziening meer was. Want de atletiekverenigingen die nog in het stadion trainden, die weigerden in die periode huur te betalen. Want ze liepen inderdaad op de ondergrond van de Sintelbaan. Dat was een soort puin van de binnenstad waar ze over liepen. Het is een rampzalig iets geweest dat op een Sintelbaan, dat daar met die speedway alles weggereden werd. In de winter werd er nog met besproeiing een ijsbaan van gemaakt. Nou, dat is ook niet alles, want op een gegeven moment ligt er een dun laagje ijs en dat wordt ook op een gegeven moment weggereden. En ja, dus die ondergrond heeft enorm op zijn flikker gehad. En de onvrede over de kwaliteit van de baan, die nam alleen maar toe. Op het moment dat Rob Kerkhoven als directeur gemeentelijke dienst lichamelijke opvoeding en sport werd aangesteld, kreeg hij de opdracht om een duidelijke bestemming voor het inmiddels vervallen stadion te vinden. Tot die tijd werd het gebruikt voor onder meer voetbal, atletiek, speedway, manifestaties, ballonvaarten en zelfs als ijsbaan. De keuze viel uiteindelijk op de moeder der sporten, de atletiek. En waar jarenlang de zwarte Sintelbaan had gelegen, werd nu plaatsgemaakt voor een heuse kunststofbaan. De ondergrond, dus alles werd weggehaald tot aan dat je op het rode zand zo'n beetje uitkwam. Dat is allemaal opnieuw ingebracht, het is allemaal verhard. We hebben bewust gekozen toen voor 6 banen en niet voor 8, want nu liggen er 8 banen. Dat hebben we ook gedaan omdat we in ieder geval de mening hadden dat als je wedstrijden houdt, dan moeten alle banen bezet zijn. En we waren een beginnende organisatie. En als je in alle banen een 100 meter topatleet wil laten lopen, die op zijn minst
tot 5000 dollar per start vragen. Nou, dan is 2 banen minder, is al mooi. En als je dan de echte top erbij wil hebben, zoals we met Carl Lewis en zo gehad hebben, dan heb je het over $50.000 die we moesten betalen voor een start. He, dus we hadden met die 6 banen een volle bak, goed bezet en een mooie atletiek. Als in 1981 alles klaar is, wordt het stadion heropend en krijgt het een nieuwe naam. Het Fanny Blankers-Koen Stadion. Genoemd naar de vrouw die tijdens de Olympische Spelen van 1948 geschiedenis schreef en op 79-jarige leeftijd door de Internationale Amateur Atletiek Federatie wordt uitgeroepen tot atlete van de eeuw. Fanny Blankers-Koen. Waarschijnlijk zult u wel begrijpen dat ik nogal geëmotioneerd ben. Het is namelijk enorm dat dit prachtige stadion, atletiekstadion, mijn naam heeft gekregen. En ik vind het groots. En ik dank allen die dit mogelijk gemaakt hebben. Als je inderdaad de ambitie hebt om een atletiekstadion, specifiek atletiekstadion te zijn, dan is het natuurlijk fantastisch als er een naam aangegeven wordt die ook door iedereen met atletiek wordt geassocieerd. En Stadion Veldwijk was natuurlijk een hele mooie naam, omdat het een wijk van Hengelo betrof, waar je dan van zegt dat is herkenbaar. Maar op dit moment weet iedereen, als je het over Fanny Blankers-Koen Stadion hebt, dat het over atletiek gaat. Vandaar dat we die naam daaraan hebben kunnen geven. In het begin had ze daar wat aarzelingen over. Want toen haar man overleden was, had ze eigenlijk nergens zin meer in. En nou, nog eens een keer met haar gesproken. En uiteindelijk heeft ze dus ja gezegd. Het is naar de gemeenteraad gegaan. Daar is uiteindelijk ook ja gezegd. En sinds die tijd heb je een stadion wat in den landen nu bekend is als het atletiekcentrum voor Nederland. Naast het stadion dat haar naam draagt, werd ook de jaarlijkse atletiekwedstrijd aan haar en ging het leven in als de FBK Games. De eerste wedstrijd was er één. Ik meen dat we toen 35.000 gulden hadden als budget. Dus daar kon je niet zo heel erg veel mee. Wij vonden het normaal dat de Atletiekbond zorgde dat alle Nederlandse atleten die iets voorstelden in ieder geval mee zou doen. Met wat hangen en wurgen lukte dat. En we hadden dan, laten we zeggen, 1 of 2, een beetje geluk, 3 topatleten waarvan je zei, die spreken ook Europees wel aan. En daar werd ook de hele promotie van de wedstrijd op gericht. Het was dan ook een ramp als een topper die kwam, vlak voordat je wedstrijd gehouden werd, zich blesseerde, waardoor die afhaakte. Want daarmee viel in wezen je hele wedstrijd in duigen, want je maakte maar promotie met 2 of 3 atleten. Een van de mede-organisatoren van het eerste uur en huidig directeur van de FBK Games is Ferde Zwanenburg. Inmiddels is het door de jaren heen veranderd in een Grand Prix-wedstrijd van wereldformaat. Maar het prille begin kan hij zich nog steeds goed herinneren. Ik weet nog dat wij in de tijd zelf op pad gingen Europa in om de atleten te contracteren. Dat wij dan bij andere wedstrijden stonden en kijken van hey, wil je naar Hengelo komen, wat moet het kosten? En met een beetje reisgeld en een beetje gepingel hadden we dan toch voor zo weinig mogelijk geld een aantal aansprekende namen hier aan de start. We hebben hier gewoon in de loop van de jaren natuurlijk, en dat had ook met de ontwikkeling van het evenement te maken, toch fantastische atleten ondanks een beperkt budget. Steve Ovett, Sebastian Coe, David Moorcroft. Wat later de Santa Monica Track Club met Carl Lewis en Joe Deloach. Nou, daar hebben nog heel vele van onze vrijwilligers en ook de organisatoren van het eerste uur geweldige herinneringen aan. Als je ziet hoe dat toen op die manier ging. 12:58:39 is de geklopte tijd. Wereldrecord. 12:56:59. We hebben natuurlijk enorm veel voordeel gehad dat Haile Gebrselassie hier 4 wereldrecords gelopen heeft. Dat was voor ons een geweldige opsteken toen. Ik herinner me nog dat eigenlijk niemand er rekening mee gehouden had. Het heeft ook nogal wat financiële consequenties als er een wereldrecord gelopen wordt. En de eerste keer waren we ontstellend blij. Maar het betekent ook bijna gelijk ons faillissement vanwege de bonus die we moesten uitkeren.
En er is toen spontaan een actie gevoerd met alle sponsoren en gemeentelijke overheden om een budget bij elkaar te leggen, waardoor we toch die bonus konden betalen. Nou, en dat is ook eigenlijk de kracht van Hengelo, van Twente, om met elkaar dit soort dingen overeind te houden en mogelijk te maken. Na 45 jaren trouwe dienst wordt in 2004, één dag na de jaarlijkse FBK Games, een start gemaakt met de sloop van het oude Veldwijkstadion. Het complex waar door de jaren heen diverse wereldrecords zijn neergezet, moet plaatsmaken voor een nieuw, ultramodern atletiekstadion. Hier ligt nu een Grand Prix 1 certificaat goedgekeurde baan die aan alle internationale eisen voldoet. Waarmee wij ook rustig een verdere uitbouw en we behoren inmiddels tot de 15 à 20 beste wedstrijden ter wereld kunnen bewerkstelligen. Het wereldrecord afgelopen jaar van Kenenisa Bekele, de geweldige prestaties van de Nederlandse atleten. En wie herinnerde zich niet dat Rens Blom daar bijna over het dak van deze tribune heen sprong, Nederlands record sprong. Bram Som hier zijn eerste Grand Prix wedstrijd won. Dus die Nederlandse prestaties die worden extra gevoed in een ambiance, in een sfeer die zeg maar dit stadion, dit evenement met zich meebrengen. Men kan zich eindelijk in Nederland voor eigen publiek op wereldniveau meten met de internationale top. Dat geeft iedereen een kick en dus ook onze organisatie en gelukkig ook die 15.000 tot 20.000 toeschouwers die we hier ieder jaar hebben. Wij moeten zorgen dat we gewoon een heel goed evenement blijven organiseren. Daar zullen we ons met al onze sponsoren en vrijwilligers voor in blijven zetten. En dan denk ik dat we iets hebben waar we in Hengelo, in Twente, in Nederland vreselijk trots op kunnen zijn.